Deze week op de SAP-server waren er weer heel veel dingetjes gebeurd. Zoals bijvoorbeeld dat Honky aan mij vroeg om langs te komen bij hem. Ik had geen idee wat de bedoeling was, dus ging ik maar alvast bij hem langs. En over langsgaan gesproken, jullie moeten even langsgaan op het nieuwe YouTube-kanaal van de Makkers. Het bovenste linkje in de beschrijving van deze video staat het kanaal van de Makkers. Namelijk ik en 6 andere hele leuke YouTubers gaan een nieuw YouTube-kanaal starten in 2022. Dat is over letterlijk een weekie. Abonneer even op dat kanaal. We gaan hele leuke dingetjes doen, dus abonneer even. En dan gaan we even terug naar Honky. Hoi, Link. Hallo, Honker. Fijn dat je even kon komen. Ik kom al vaker. Ja. Ik heb iets belangrijks, Link. Zeer belangrijk. Luister, er is maar één ding. Er is maar één ding wat mij belangrijk is. En dat is een draakhaai. Mm-hmm. Heb je die? Ik heb geen draakhaai. Ah, dan kunnen we het gewoon heel kort halen. Daar ben ik gewoon niet geïnteresseerd. Ja, maar daar gaat het niet om. Wat bedoel je, daar gaat het niet om? Dit is verplicht, dit. Hoezo? Link. Wat? Weet je nog de eerste keer dat je mij hebt ontmoet? Geen idee. Dat was in het derde van de middelbare school. Ik was je aardrijkskundedocent. Ik zou even nadenken, Voor mij, nee, ik heb geen aardrijkskunde gekozen. Nee, die heb ik niet gekozen. Die heb ik laten vallen. Dat was in het tweede, oké. Die heb ik laten vallen. In het tweede heb ik hem laten vallen. Nee, in het eerste bedoel ik. Nee, je liegt niet tegen mij. Nee, ik lieg niet tegen mij. En... Ik deed kader, we hadden geen aardrijkskunde. De basisschool. Oké, dat heb ik al gehad. Haha, wist ik toch. En wat zei ik toen altijd als aardrijkskundedocent, weet je dat nog? Je zei altijd dat ik bij de barbecue langs moest komen. Maar ik snap dan net waarom. En wat zei ik nog meer? Ik zei... Dat ik het niet tegen mijn ouders moest vertellen. Ja, oké, maar buiten dat zei ik altijd... Oh. Je moet altijd leren voor aardrijkskunde. Waarom? Je kan zomaar een onverwachts SO krijgen. En hier ben je. 15 jaar later. En ik heb een onverwachts SO voor je. En als je hem niet haalt... Ja? Dan pak ik je basisschooldiploma af. Nee! 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 Ja, daarom. Fuck. Dus, hè? Maar dan wel... Nu interesse. Ik denk het wel, hè? Prima, maar dan wil ik hem wel op niveau hebben van de basisschool. Ja, daar heb ik les gekregen van je. Dus je kan niet meer voor me vragen dan dat je daar aan me hebt geleerd. We kijken even hoe het loopt, oké? Loop even mee. Loop even mee. Ik weet niet. Ja, vragen, hè? Het is lastig in te schatten. Groep 6, groep 7, VWO 6. Het zit dicht bij elkaar allemaal. Dus ik weet niet. Oké, ik ben benieuwd. Yo, het is gemakkelijk. Het is, maar ik neem aan dat je geleerd hebt, toch? Ik heb zeker geleerd. Ik wou net zeggen. Ik heb geleerd, ja. Oh nee. Hij is altijd naar meester Honky. Honky heeft wel gelijk. Nee, dat wist ik nog. Dat heb ik onthouden. Tot nu toe hebben de meeste mensen de toets gehaald. Degene die het niet haalt... Ik wil bij het raam zitten. Maar dat mag. Degene die het niet hebben gehaald zijn verplicht ingeschreven voor bijles. Dus mocht je het niet halen, dan heb je bijles de hele vakantie met Barbarend. Nee! Oké, ik ga slagen, gast. Dat is verschrikkelijk. Hier is ook zo'n steen. Hou je bek, gast, ik ben een toets aan het maken. Gast, hier is een toets. Hey, zelf. Tere Jantje. Oké, jemigee. Hey! Ik zie op die borden, gast, dat we bezig zijn met een examen. We komen toch van om de hoek, dan kan je die borden toch niet lezen. Ja, we hebben... Wat staat hier dan? Er staat hier overduidelijk borden. Dat je rustig op op de derde verdieping, want hier worden examens afgenomen. Ja. Oh! Hey. Is hete koffie aan de kant? Sorry, hete koffie, personeel. Gaat ze, hallo, jullie kunnen niet zomaar binnenkomen, er is hier een examen bezig. Blijkbaar wel. Ja, we hadden ook examen. Nee, helemaal niet. Jawel. Wat voor examen? Ik moest dan nog op zomerschool komen. Jij hebt al examen gehad. Je hebt het gefaald. Je moet eerst nog bijles gaan volgen voordat je weer examen mag. Oh.
Ja, ik heb overal rum aan geantwoord, want dat is het enige wat ik ken. Oh ja, en de zee. Wow. Maar waarom mijn antwoord? Oh, mijn laatste... Ik had maar de achterkant van mijn blaadje was wel leuk, hè? Ja, dat was heel leuk. Ja, was lekker. Mannen, Link gaat hier aan een heel belangrijk examen beginnen. Dus als jullie... Succes. Ik heb ook nog een goed... Ik heb straks, als je wil, nog een zwemexamen. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Heb je het examen al voor je? Nee. Weet je nog wat er wordt gevraagd? Weet je nog wat er wordt gevraagd? Ja. Wat dan? Waar start op een berg en dan met water en waar start de stroming? Wacht, ik ga snel voor... Nee, het is niet waar. Waar is de stroming het sterkste? En toen zei ik onderaan door de rum, maar dat was niet goed. Dus ik denk... Ik ga het even aan Google vragen. Hey Google! Wanneer is de stroming het snelst? Ik hoop dat ik zo antwoord krijg van Google. Hey, hoor ik? Ik wil het eigenlijk ook wel. Hey, Ik heb een mobieltje op stil, wacht even. Oké. Het doet nog niet begonnen. Leef je mobieltje maar even in. Misschien kan je hem helpen. Kom eens. Nee, meester. Ik heb geen mobieltje. Nee, heb je geen mobieltje bij? Nee. Je snapt dat als je speakt, dat je een onvoldoende krijgt, hè? Ik heb geen speakbrief bij me. Oké. Klas. De toets bestaat uit 6 vragen. Niet eens 10! 6 vragen. Link. Hier, andere kant. Als je de vragen af hebt, dan lever je de toets in. Je signed hem wel eerst even natuurlijk. Hier heb je een toetsblad. Oh, dankjewel, meester. Mag je opschrijven? Dan gaan we beginnen bij vraag nummer 1. Vraag 1. We beginnen makkelijk. Oké, dus vraag 1. Ja. Mm-hmm. Wat Hello. Is de hoofdstad van de Zweden? Sorry, het is een beetje druk. Wat kun je nog één keer voorlezen? Hallo, customer. Zo glad you're here. How you doing? Hallo, er zijn hier examens bezig. Hi, welcome to that legend of cheating shop. Okay. I want to cheat on exam. Sorry. Mag ik even naar de wc, meester Honky? Heel even snel. Ja, heel snel. Maar dan even je toetsblad inleggen. Sorry. Ja. Ik heb mijn naam nog niet geschreven. Moet ik eens mijn naam schrijven? Nee, ik heb hem niet op. Ik ga even plassen. Chat, ik heb 4 vragen. Je moet me helpen. Chat. Wat is de hoofdstad van Zweden? Stockholm, toch? Mount Everest. Alright, weet ik precies. Noem een push factor van Luid... Wat is de push factor van Luid Zuid-Laren? In welk deel van de rivier is de stroomsnelheid het hoogst? Weet ik veel, chat, help! Dat is wel diamond. Zeker wel. Sorry, de wc zat verstopt, meester Honky. Maakt niet uit. First answer is Stockholm. You're not happy doing business with you. Zal ik eens mijn naam even opschrijven? Nee, de naam kan je achteraf doen. Sorry. Ja, dit moet ik niet vergeten, anders krijg ik een minpunt. Ja. Had je de eerste vraag al gemaakt of nog niet? Nee, ik werd onderbroken door mensen die daar buiten aan het schreeuwen zijn. Vraag 1. Oh, sorry. Wat is de hoofdstad van Zweden? Zweden. Dat is van PewDiePie, dat weet ik. Niet hardop door de klas Sorry, meester. Mag ik een nummer bijzetten? Ja, gewoon even 1 in de kantlijn. Ja, oké. Okay. En dan schrijf je de hoofdstad op. Oké. Okay. Ik heb hem... ik mag niet praten. Vraag 2. Aha. Hoe hoog is de Mount Everest? Ja, ben je ver? Ja, ik heb hem. Heel goed. Oké, dan gaan we even naar de begrippen van hoofdstuk 1, ja? Mm-hmm. We gaan het over pushfactoren hebben. Dat hebben we natuurlijk gehad in op de basisschool. Noem een pushfactor voor Zuid-Laren. Een push... Wacht, definitie van pushfactor? Heb je... Een pushfactor, weet je wel? Ja, mag niet zeggen wat het is natuurlijk. Oh ja, dat is waar. Dat weet je toch nog wel? Wacht, ik weet het. Was groep 7. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ja, ik heb hem. Oké. Nou, vraag 4. In welk deel van de rivier is de stroomsnelheid het hoogst? Is dat de bovenloop, de middenloop of de benedenloop? Waar kijk ik naar? Oké. Alright, ik heb hem, meester. Je bent echt heel snel, hoor. Je hebt goed geleerd, merk ik al. Noem 2 factoren. Oh, kut! Oh, nee! Nee! Ik klikte even escape en nu ben ik al escape. Oh. Wacht. Ja, ik heb hem. Ja. Heb
weer koffie over je blad. Ja, sorry. Mag ik een nieuw blaadje? Mag ik een nieuw blaadje? Ja. Oh. Mag ik een nieuw blaadje? Alsjeblieft. Dankjewel. Hier, geef die oude maar aan mij. Ja. Ook die in de prullenbak. Oh, sorry, meester. Ik hou niet zo van mannen. Nee, je kan gebeuren. Oké, maar als ik het dan nu goed lees, is het eerste antwoord dus Stockholm. Het tweede antwoord is dus... Sorry, ik word een beetje groezemoes daar. Ja. Maar even alles weer aan het opschrijven, hoor. Hey, dit is al de tweede keer dat ik hier binnen moet komen. Zou het even wat stiller kunnen? Dat was... Ja? Ik ben een beetje klaar mee nou. Is iemand gewoon een toets aan het maken? Dat was spannend, dit. Is niks te zien hier, hoor. Kun je nog... Ja, als het goed is, heb ik alles weer. Vraag 1 ja. Is... Wat is de hoofdstad van Zweden? Ja, die heb ik. Vraag 2. Mount Everest. Mount Everest. Ja. 3. Noem een pushfactor voor Zuid-Laren. En 4. In welk deel van de rivier is de stroomsnelheid het hoogst? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Mag ik vraag 5? Ja. Oké, heel goed. Noem 2 factoren die het klimaat in een gebied kunnen beïnvloeden. 2 factoren? Oh, ik legit weet dit. Het zijn gewoon de klimaatfactoren. Ja, precies. Ja, het zijn er meerdere natuurlijk. Hè? Meer dan 2. Het zijn er 5. Ja, het is vraag 5, hè. Dat is een easter egg. Dat is een easter egg, ja. Dat heb je goed gezien. Bonuspunt. Aha. Wil ik nog één keer de vraag herhalen? Meester Honkie? Meester Honkie? Meester Honkie? Hallo? Meester Honkie, hallo? Meester Honkie? Zo, sorry, mijn oorkeelgaten gingen weer eventjes... Ik vroeg er wat. Oh, sorry. Ja, mijn oorgat zat even dicht. En mijn keel ook. Nou, kan je nog één keer herhalen, de vraag? Vraag 5, hè? Ja. Noem 2 factoren die het klimaat in een gebied kunnen beïnvloeden. Klimaat in het gebied. Oké. En... Is het worden van een vier dan? Een klein beetje. Maar niet de modders. Ik heb alles. Oh. Ja, oké, ja. Ik denk dit dan. Oké, laatste vraag. Ik zal het betrokken. Ja. Laatste vraag. En dit gaat over het begrip relatieve afstand. Uh-huh. Noem een voorbeeld van iets waardoor de relatieve afstand tussen 2 plaatsen af kan nemen. Dus noem een voorbeeld van iets waardoor de relatieve afstand tussen 2 plaatsen af kan nemen. 1 voorbeeld maar. 1 voorbeeldje is genoeg. Ah, dat weet ik wel. Als je de vraag af hebt, dan mag je de toets signen en dan mag je hem even op de hoek van de tafel neerleggen en dan kom ik hem ophalen. Thank you. Dat is goed. Nee. En 3 is 4. Toets. 4 is 3. Oh, toets. Is toets? Ja, toets. Okay. Denk ik tegen toets. Oh! Toets. Oké. Okay. Hoek van mijn tafel, wacht even. Oh, hij valt door mijn tafel heen. I give you extra. Nou, de toets had dus 6 vragen. Dat betekent dat je 3,5 vraag goed moet hebben op zijn minst om de toets te halen. Hoe kan je een halve vraag goed hebben? Vraag 5 werd er om 2 mogelijkheden gedaan. 2 voorbeelden. Ik kan een half puntje krijgen, kijk. Okay. Vraag 1 is goed. Oh, we moeten opnieuw zeggen en kijken wat het antwoord was. Wat is de hoofdstad van Zweden? Ja. Dat is inderdaad Stockholm. Yes. Vraag 2... Was hoog is de Mount Everest. Aha. Dat is inderdaad 8849 meter. Mm-hmm. Vraag 3. Noem een pushfactor voor Zuid-Laren. En jij zegt TNT. Aha. Zou je dat antwoord even kunnen toelichten? Dat heb ik wel eens gehoord. Wat heb je gehoord? Van Zuid-Laren dat ze... Dat kon ik me vaak herinneren van uw les. Oké. Okay. Wat kan je precies herinneren dan? Dat zei iemand net op de wc. Dat moet ik eerlijk toegeven. Diegene van de wc zei dat antwoord 3 dat was. Ga ik die fout tellen? Sorry, meneer. Het antwoord was geweest dat het gewoon verschrikkelijk lelijk is daar. Vraag 4. Sorry. De bovenloop, dat is goed. Dus je hebt nu al 3 punten binnen. Vraag 5. Temperatuur en neerslag. Oeh, dat is helaas niet het goede antwoord. Allebei niet? Allebei niet. Nee, dat zijn alleen maar... Dat is het weer. Iets wat het klimaat... beïnvloed is bijvoorbeeld de ligging van gebergten, warme, koude zeestromen, dat soort dingetjes. Oh, ik had het simpel gemaakt. Dag 6, tunnel is wel gewoon goed. Dus, yes! Gefeliciteerd, je hebt 4 van de 6 goed. Dat betekent dat je een 6,7 hebt gehaald. Woo! Wil je de toets mee naar huis nemen om je ouders te laten zien? Graag, meneer.
Alsjeblieft. En jij hoeft niet terug te komen in de kerstvakantie. Dat vind ik wel echt heel jammer. Maar... Dankjewel, meester Onkie. Bij mijn lievelingsdocent, dat weet u. Oh, echt, dankjewel. Dat doet me heel erg goed. Ik weet niet, sommige leerlingen, ja... Die komen hier met zo'n onverwachts SO, 15 jaar na de les. Mm-hmm. En dan hebben ze niet geleerd. Dat vind ik raar. Ja, dat snap ik. Dat heb ik snel al die tijd zitten vertellen. Je moet altijd leren. Oh, dat is belangrijk. Ja. Vooral voor die onverwachte SO's. Die je nooit meer eens krijgt. Ja, nee. Ik had al contact opgenomen met de directeur van de basisschool. Die zei al van, ja, ik kan gewoon dat basisschooldiploma afnemen. En dan had je groep 7 opnieuw moeten doen. Precies. Maar ik wil wel even zeggen, ik vind die mensen dan op de wc altijd heel vervelend dat ze proberen te klikken. Want ik wilde gewoon plassen en ze gingen alleen maar doorpraten en zo. Dus daar kon ik niks aan doen. Ik hoorde per ongeluk. Echt een dikke pluim dat jij dat gewoon eerlijk toegeeft, hoor. Mm-hmm. Ja, dikke pluim, hè. Ik wil graag eerlijk blijven tegen u, meester Honky. Misschien heb ik zelfs nog een sticker ergens. Heb ik zo'n sticker. Nou, ik heb geen sticker, maar ik heb wel iets anders voor je. Hier, zodat je later ook een docent kan worden. Ja. Dat kan, meester Honky. Dat is niet normaal. Kan je misschien ooit je eigen klas... Ik heb een bureau om aan mijn huis aan te werken. Moet je kijken, hè? Kijk, als ik hier sta, dan lijk ik gewoon een normale man, hè? Aha. Moet je kijken als ik hier erachter ga staan. Oh, dat is meester Honky. Oh, een man. Een meester Honky. Nah. Daarom, kijk, ja. Raak meteen. Dat is de magie. En dankjewel, meester Honky. Heel erg bedankt dat je tijd kon maken. Ik hoor... Wacht even. Ik de bel! De bel. De bel, ik heb mijn tas alweer ingepakt. Die moet ik ook hebben. Ja. Dat is pauze, meester Honky. Dat is pauze. Ja, eet smakelijk. Dat is pauze, dankjewel. Doei. Ik ga wat broodjes nog warm zijn. Nou, what the fuck, je klas me door, pisje. Ik kan het niet. Fuck you. If you bought my cheat sheet, you would have gotten a 10. Fuck you. Oh, no. I'm totally selling shop. Cheat sheet, verkoop jij hier... No. Ik had denk als eerste brug gegokt. Is brug ook een antwoord, chat? Een brug? Als jullie niet met z'n allen tunnel hadden gespamd, had ik brug neergezet. Ik zou pik zeggen. Sick. Ik had brug gegokt. Dus die had ik ook legit goed gehad. Dus dat ik de eerste... Goed, de laatste had ik goed. De bovenloop had ik goed, sowieso. Zal ik alsnog onvoldoende? Dan had ik er maar 3 van de 6 goed. En ik moest 3,5 halen. Hey, chat. Wat cheating allemaal niet mee kan doen, hè? We hebben misschien een klein beetje vals gespeeld tijdens de toets van Honky. Maar we hebben in ieder geval een hoog genoeg cijfer, zodat we niet naar de winterschool hoeven in de kerstvakantie. Maar ik werd met spoed gevraagd door Duncan om terug te komen naar huis. Want waar is mijn huis überhaupt? Ik kwam thuis en ik zag dit. En er is een bordje met tot vrijdag. Wie is vrijdag? Weet ik veel. Het paard. Het paard heet de vrijdag. Oh. Pas op. What the fuck? Link, ik was letterlijk... Ik was even weg. Ja, ik was ook bij de tempel. Ja, oké. Okay. What the fuck? Ja, ik zweer... Ik was het niet. Ik zweer het. Ja, nee. Waarom zou je dit doen? Ja, ik weet niet. Misschien heb ik gewoon iets tegen religies. Nou, dat kan niet, gast. Canceled, goddammit. What the fuck? Ja, nee, heb jij ruzie met iemand? Nee. Ik heb zelf vandaag nog examen gedaan, ik ben geslaagd. Oh, wat? Ja, je moet oppassen, Honky geeft examens af. Waarom? Ja, dat doet hij gewoon, of je hebt opgelet vroeger bij zijn lessen. Komt hij zeg maar met OSO's aan? Ja, van die onverwachte SO's. Ja, maar ik heb helemaal niet op school gezeten bij hem. Je krijgt alsnog een SO. Je krijgt alsnog een Hij SO. Is toch jonger dan ik? Hoe kan dat ja, nou? Ja, nee, ik krijg gewoon een SO. Ik ben geslaagd. Je moet een 3,5 goed hebben van de 6. En dan ben je geslaagd. En ik had er 4 goed. Oh. Maar ik heb ze wel afgekeken. Maar niet door vertellen. Oké. Maar niet uit. Maar, what the fuck? Ja, er staat een creeper in je huis nu. Ja. Welk huis? Creeper tussen je kisten en je bed in. Oh ja, thanks. Ja, fijn. Leuk. Ik heb geen pijlenboog. Ja, moeten we een nieuw huisje dan bouwen voor je, even tijdelijk, of wat? Nou ja, de tempel is wel bijna af. Dus ik kan in principe vandaag over, maar... Nou, wil je daar echt wonen? Want ik bedoel, we wilden toch wel een soort base hebben.
Nou ja, ik ga denk ik daar... Ik heb nu geen huis, zeg maar. Dus misschien ook daaronder... Ja, even alles gaan verhuizen. En daar alles op veilig op gaan slaan. Ja, oké. Okay, ja, dan even kijken hoe en wat. Dit is helemaal kut. Dit is wel heel kut. Ja, ik zag ook al dat dit weg was. Maar dat was al eerder vandaag. Dit is Alex's huis, toch? Ja, en die van Dennis. Alex en Dennis zijn wel een beetje raar bezig geweest vandaag. Die hebben een lurk geprobeerd te killen of zo. Wat is een lurk? Ja, ik zat dat in de chat op te zoeken, maar dat was dus een soort Ravager. Ah, oké. Okay. Maar hij heette Lurk. Ah, oké. Okay. Raar, hè? Ja. Dat is heel gek. Maar ja, niemand waarvan je denkt, die zou het gedaan kunnen hebben. Nee, alles behalve. Ik had zelf een beetje persoonlijke beef half met Pudding, maar... I mean, ik heb wel vandaag bij Pudding gespuugd, maar Pudding zou niet mijn kerk weghalen. Nee, dat denk ik dus ook niet. Alhoewel, Pudding en Mahmoud hebben wat van me gestolen, dus... Oh. Nou ja, als één iemand iets, zeg maar, met kerk heeft, als dat Jer, die zit altijd in mijn kerk, zeggen ze. Maar ja, ik kan geen kerk hebben, zeg maar. Hij kan niet in mijn kerk zitten als ik geen kerk heb. Dat probleem is nu wel opgelost. I guess. Tot vrijdag. Dus weet je, 1 zorg minder, 10 zorgen erbij. Ja, maar wie zegt dat ik überhaupt vrijdag er ben, gast? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik ben helemaal niet voor voorbereid, ook gewoon, hè? Hé, wat hè? Huh? XP. Ik zie XP bungelen hier. Ja, wil je geen level omhoog? Nee, ik mag niet. Ik ben geband van levelen. Ik heb misschien wel nodig. Dankjewel. Wat? Hey! Wat? Ik heb nog levels nodig, gast! Ja, welk level ben je dan? Hé, dat weet chat wel. Chat, welk level is Link? Zeg even. Zeg even. Jullie hebben mij dat nog niet verteld vandaag. Zeg het ons eens even 1 keer. Waar is Harm, zegt iedereen. Ja, waar is Harm? Waar is Harm? We gaan O doen aan Harm. 103, 104, 100... Ja, ze weten het zelf niet eens. Hey. Alsjeblieft. Ik heb geen ziel. Helpt wel met de tranen. Dat is pech. Kerkweg. Dat is pech, kerkweg. Ze zeggen toch altijd dat muziek is goed voor planten. Misschien groeit wel kijken of er wat gebeurt op de drop. Ah! Wow! Wow! Saved. Zeg maar, het is net als, zeg maar, als er een apocalypse is dat alle mensen doodgaan. Ik versta je niet, de Bob is de hart. Nature will restore it! Wow! Oh. Ja. Oeps. Ja. Hey! Simpel ongeluk. Oh. Dan ben ik helemaal uit de vibe. Oh. Sorry. Je bent level 103, denk ik. Oh, ja, ja, klopt. Ja. Gokje. Bijna level 104. Ik ben 8, bijna 9. Kijk eens, be like. Ah, jij ook. Jij helemaal. Jij bent in januari jaar. Ja, joh. Ik ben bijna 26. Bijna 30 is oh, dat, oh, ik ben bijna 30. Stop! 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 Besef even, stop. Ik ben 22. Dan hebben we 8 jaar verschil. Hallo. Zo. Duken. Hoor je iets? Daar beneden. Oh. Zou die doorhebben dat zijn huis weg is? Nee, denk het niet. Hij is wel heel droevig, zie ik. Zou dat nou komen? Nou ja, ik was ook droevig. Wacht, ik verzin wel iets. Hallo? Hallo? Waar komen je huis renoveren? Wat is hier gebeurd? We zijn bezig met het isoleren van iedereens huis. Waar is mijn huis? Die wordt nu gerenoveerd. Dat komt omdat, zeg maar, de meeste huizen hebben een D-label. En dat is niet goed geïsoleerd voor wat het milieu. Is een D-label? Dat is een label die je krijgt als je huis niet goed geïsoleerd is. En jouw huis had een heel slecht label. En betekent dat je een hoge energierekening zou krijgen anders. Wil je een hoge energierekening? Ik heb geen geld! Dat bedoel ik. Dus daarom geven we je van de zaak een goed geïsoleerd huis.
Wat is dit voor lelijk kasteel? Ja, mijn... dat heeft Duncan gemaakt. Kan ik niks aan doen. Nee, denk ik. Maar je krijgt een heel goed geïsoleerd huis, want steen is het beste geïsoleerde materiaal wat er is op de aarde. Ik wil helemaal geen steenhuis, ik wil een blauw huis. Je mag hem uiteindelijk blauw verven. Dat mag van de regering. Moet je wel... Ik heb geen verf! Waar is mijn huis? Die is hier. Kijk, boom. Maar een huis is geen huis zonder... Alex, maak de zin af. Een huis is geen huis zonder... Ja, bijna. Het is niet... Nee, het is niet... Dat is niet het goede antwoord, Dennis. Wat is het, Dennis? Ik bedoel... Hallo? Heet Alex, toch? Hey, Alex. Hoi! Hoi! Hey, een deur! Heel mocht ik toen het hoofd leeg... Wie is tot vrijdag? Weet ik niet. Dat is een paard. Een paard heet een vrijdag. Oh, je wilde een blauw huis, toch? Ja. Maar ik heb er misschien wel wat voor je. Oké. Zo. Link, waar is je crafting table? Is die weggehaald tot vrijdag? Ik denk het. Ik is mee voor Dennis. Oh, hier. Ik heb wel een mooi vloertje voor je. Een blauw bed. Wat? Die vind ik mooi. Ja, dit is wel mooi, toch? Ja, die vind ik mooi. Wacht. Huh? We zijn toch rijk? Houd dit naar mijn chest? Nee. Schitterend. Dankjewel. Hij is toch blij? Daar gaat het toch om? Dit is mooi. Ja, ben je blij met het nieuwe gerenoveerde huis? Ik mis alleen nog wel een beetje de ramen en een matje op de grond. Daar is je raam. En naar de voorkant. De voorkant ook. Twee. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh. Hallo? Hoi. Hey. Dat is mijn toets. Dat is mijn... Hij had mijn toets. Je toets? Wat is er aan de hand? I don't fucking know. Hallo? Hallo? Hallo. Oh, slim. Hey! Hallo. Nee, het moet lichtblauw zijn. Nee, we wilden blauw nemen. Maar dit is donkerblauw. Het is wel iets goedkoper. Gaan we nou... Minder huur. Ben je nou tegen donker? Nee. Oké, dan wil ik ook niks horen. Nee, dan wil ik ook niks horen. Ik dacht dat ik het verkeerd verstond, maar... Hey! Ik deed niks. Heb jij dit proefwerk gemaakt, Alex? Oh, deze? Ja? Stockholm. Nee, ik heb een betere toets gemaakt. Ik ben in één keer geslaagd. Ik ben ook in één keer geslaagd met een 4. Klinkt heel slecht, maar van de 6 is dat best oké. Okay. Oh! Het is een 4 van de wat? Zombie uit de 4 van de 6. Wie is 4 van de 6? De toets. Oh. Maar ik moet er wel uit. Oh! Hoe kom ik hier nou uit? Ik ga wel via het raam. Oké. Doei! Tussen de bamboe. Ik weet nog steeds niet wie mijn huis heeft leeggemaakt. En wie dat bij Alex en Dennis had gedaan. Maar één ding weet ik wel zeker. We hebben allebei weer een nieuw gerenoveerd huis. En Alex heeft een hartstikke mooi donkerblauw huisje. Waar hij trots op kan zijn. Ook was het nog eventjes kort met Honky wat aan het traden. En we kregen ineens een belletje. En dat was niet zomaar een belletje. Nee, het was een belletje van Puddingboom. Right. Hey, ik moet morgen vroeg eruit. Dus, wacht, ik heb een beller. Hallo? Neem op, gast. Neem op. Hallo? Hoe neem je op? Dus dan moet je er gewoon... Hallo! Hallo? Ik ben Apple.
Ik ben Apple en ik ben op zoek naar de cloud. De cloud, ik ben Apple. Snap je? Op zoek naar de cloud. Nee. Ik wil je zo graag doodmaken nu, hè? Nee. Ik wil je zo graag neersteken nu, hè? Nee, ik heb heel veel belangrijke dingen, want ik heb het nog niet opgeslagen in de cloud. Daarom zoek ik hem. Pak hem, Oki! Pak hem! Nee. Pak hem, Oki! Nee. Pak hem! Mij niet bellen, gast! Mij niet bellen, hier komen! Wat een hond, jongen. Ja, want dan pay voor de cloud. Dus, Oké, mag. Apple Pay. Noem maar. Aha. Ja, mijn Apple. You go. There you go. No problem. Alright. Anyway, thanks. I can now use the cloud, right? Wacht, waarom is Apple ineens Russisch? Later wil ik het. Dat weet ik niet. Het is de Russische variant. Die kan je Google niet gebruiken namelijk. Je hebt alleen een cloud. Hey Google. Hey Siri. Hey, waar is Siri? Je moet Siri... Ik ben Siri. Kan ik u helpen? Ja, dat kan. Laat me een grapje vertellen, laat me een grapje vertellen. Hey Siri, vertel een mop. Zeker. Hey Siri, ja. Wat is. Verwerken. Wat is het verschil tussen een priester en een buisje? Hey Siri, weet ik niet. Buisjes komen pas na je 12e op je gezicht. Ha, 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 ha. Bro, ga je lekker naar een barbecue toe of zo? Gast. Au. Hey Siri. Ja? Speel mijn lievelingsnummer op, nummer af op Spotify. Hallo. Hey guys! Did you know that in terms of male human and female Pokemon breeding, Vaporeon is the most compatible Pokemon for humans? Not only are they in the field egg group, which is mostly compromised of mammals, Vaporeon are an average of 3'3" tall and 63.9 pounds. Now this means they are large enough to be able to handle human hands with their impressive base staff. Stop. Kan je mijn favoriete Spotify-nummer even afspelen? Hey Siri, kan je beatboxen? Wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Dank u wel. Fijne dag. Hey, hier komen! Hey, hier komen. Dat was tegenvallend. Ik heb nog nooit zo'n tegenvallende Vaporeon gezien. Auw! Gaat hij het halen? Hij heeft gehaald. Oh, hartstikke. Wow, Sage. Ik zat echt van daten, wat slaan me af in die datendag. Ik voelde de chemistry nog van SMP1. Ja, we gaan even zo doen, weet je wel. Het enige wat je moet doen. Oh, wat goed. Nou, van pudding, joh, een droomgeuzer. En dat was weer de SMP-aflevering voor deze week. Vond je hem leuk? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van de makkers en op dit kanaal. Check de playlist voor meer SMP-video's. Dankjewel en later.